What's up, J-Squad? En welkom bij een nieuwe video. Ik krijg heel veel de vraag van waar is Jens en waarom komt Jens niet meer in de video's? Ik zie Jens gewoon heel weinig, aangezien dat ik elke dag moet uploaden en elke dag in mijn studio moet zijn. Jens woont in Dendermonde, dat is een uur rijden, dus dat is niet mogelijk om elke dag erin te gaan. Of zelfs, ja, één keer per week is al moeilijk. Maar, daarom dacht ik van, weet je... Waarom halen we niet gewoon alle herinneringen boven waar Jens mee inzet? Dus vandaag gaan we kijken naar een half uur videobeeld waarin dat de leukste momenten zitten van mij en Jens. Wij hebben namelijk heel veel video's samen. En als ik al die video's achter elkaar moet zetten, zitten we echt gemakkelijk aan 6-7 uur beeld. Dus dat gaat niet lukken. Maar ik kan jullie wel een half uurtje geven vandaag. Dus we gaan starten met de video die dat we hebben gemaakt bij zijn thuis. Wij wouden namelijk een video opnemen in die video. En dat is helemaal anders uitgeslagen. Want soms video's opnemen gaan niet zo gemakkelijk eigenlijk. En we gaan nu kijken naar het bewijs. Maar moet dat niet hoger? Ja, dat vind ik ook, man. Dat is zo donker. Zo lelijk licht. Dat is... Kun je ons beter even buiten zetten daar? Waar? Van achter. Of van voor? Van voor. Of van achter. Yesje! Ja, zie dat licht was daar. Het is precies in een cel. Allee, zie ons zitten, was daar. Dan kunnen we toch geen video. Ja, wel nog een beetje naar in. Dat gaat toch niet? Nou, waarom gaat dat niet? Je ziet ons. Is dat licht dan? Zal dat helpen? Ja, want dat is anders kei donker. Gesje! Was dat? Dit is onze voorbereiding op een video maken trouwens. Deze ligt niet goed, was dat? Mag mij dan naar je het, serieus? Dat is zo plattings. Wacht, misschien moet je dat zo trekken. Hey hey en welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Shamila, dit is Jens. We zijn nog eens samen bij elkaar. En wij gaan vandaag de Try Not To Laugh Challenge. Niet met de Laugh Challenge, maar gewoon Try Not To Laugh. Iwiwoe, wow. Hier staat 99,98% zal lachen. Ja, dat is echt gelogen. Dat is gewoon zo voor te klikken. Tuurlijk, wij zijn echt zo de 0,8. Moet kijken naar het meeste bekeken. Deze. We hebben ook bezoek, sorry. Ik zal hem deze pakken. Oh, die batterij is plat. Die batterij is plat. We hebben nog niks. We zijn nog niet begonnen. We maken morgen wel een video, mannetjes. Ik vond dat persoonlijk een hilarische video. Zelfs leuker dat hem zo is gelopen nadat het eigenlijk de bedoeling was geweest, waarschijnlijk. De volgende video is dat Marietje, dat is een typeke van mij voor de mensen die Marietje niet kennen. Ik zei Marietje, ik weet niet meer hoeveel jaar dat ik ben vergeten. Maar dat is dus mijn typeke. En Marietje ging rijles krijgen. Dus bij deze de video waarin ik rijles krijg. Of sorry, waarin Marietje rijles krijgt. Marietje. Ja. Yeah.
Ik zie hier eerste rijles. Dat is mijn eerste rijles, hè? Klaar voor. Voor wat? Voor de rijles. Ah ja, anders zou ik hier niet zitten, hè? Ah! Hebt u al eens gestart? Ik heb juist gestart, hè? En wat doen we als we starten? Op de knapje drukken, hè? Nee, daarvoor. Instappen, hè? Hier hebben we een bril. Schoon. Oh, jongens. Dat zag je daar liggen bij de peul. Goh, mannetjes. Dat is een lijstbril. En dat is dan een bril. Iedereen. Oh, prachtig. Vind ik ook. We gaan beginnen met de gordel. Zeg, gastenpleeg, wat is dat hier voor een walletje eigenlijk, vatelijk? Ja, mevrouw Baidu, dat moet voor de veiligheid van... Wees mevrouw Baidu. Hallo, het is wel mijn... Mariette, dat moet voor de veiligheid van de patiënten. Wat een voetjagert. Doet u er hier maar aan, mevrouw. Jongens, wat is dat hier voor een opname eigenlijk, schie? Zeg dat al, dat is niet goed, hè. Beetje zo, spijtig, hè. We gaan nu de koppeling induwen. Dat is een automatiek. Dat is geen koppeling. Nu op de gas, alsjeblieft. Ja, nee. Je staat, mevrouw, op de park. We staan op de baan in het park. Wat is dat hier nou toch voor iets? Je moet naar rijd. Dat is achteruit. Reverse. Mevrouw Baidu, geen telefoon. Wie is mevrouw Baidu? Mariette. Laat het los, hè, jongen. Als dat niet meer wil, dan wil ze niet meer. En dan gaan we naar drive. En nu drijven we. Stilke. Oh, jongens. Ja, dat is hier nog aan de machine. Niet eraf. Dat is mijn niet eraf, Mariette. Rustig. Oh, jongens. Oh. Ja, wat stress. Hier is een voetganger, wat doet u dan? Zeg je dat ze hier niet weglopen, want er is geen voetpad. Ja, dat doe ik maar. U had gezegd dat u thuis al had geoefend. Ja, met die autootjes van de bad smieten, jongen. Wat kan ik nou oefenen dat ik geen vateur heb? Alsjeblieft, zeg. Familieleden? Familie, ze waren overleden, jongen. Allee, kom jongens, zie. Wat daar? Nu moeten we leren achteruit rijden. Ja, wat doet u dan? Wat doet u met de pedaalpoting? Is dat een pedaal? Is dat een pedaal? Een schakelaar. Ah. Wat doet u met de schakelaar? Die gaan we verzetten. Op wat? Op de R van rechteruit. Nu rijden we rustig achteruit. Rustig, mevrouw Mariette. Ik kom daar nog eens te zien. Die gaat trots zijn op mij. Dat was niet de bedoeling van de rijlessen, mevrouw. Sazanneke, zeg, ik heb mijn eerste rijlesken hier, hè. Ja, het gaat goed. Ja, een beetje een rare kwijt, maar voor de rest allemaal in orde, hè. Ik zeg goed aan het draaien en aan het achteruit draaien en eigenlijk van alles... Hallo? Wat is dat toch met de... Oh, we zijn ons internet vergeten te betalen, denk ik. Valt weer weg. We naderen een fietser. Hoe ver denkt u dat u daar vandaan moet blijven? Ja, als je eindje van hem is aan boord is, dan moet je er eigenlijk gewoon niet van afblijven, hè. En nu gebeurt er een ongeval en we stoppen brusk. Oh, met een bril? Met een bril is zelf mannetjes. Dat kan hij toch niet meer, zoiets. Marie-Jean. Maar mis Marie-Jean weer. We gaan dat hier oplossen, mevrouw. Hallo, wat zijn we dat kost? We doen dat zo. Ik sta niet. Voilà. Ha, zo goed als sneeuw, jongen. Hier keren, brusk. Sorry, maar welke rijinstructeur zegt het tegen mij dat ik brusk moet in die draaien? De rijschool van Goethe. Ja, mevrouw Barjetje. Ik leer weer de rijles. Ja, zei mevrouw Barjetje. In de is dat gestapt zo alleen? Echt zo Mariettjes. Ja, dat moet toch, hè? Dag meneer Kie. Mevrouw Baidu, bent u klaar voor de rijles? Ik kan.
Weet je wat jij juist hebt gezegd? Waarom wou ik doen? Beetje trager nog. Allee, kom, we zullen even zepsakee. Volledig stappen! Maar ze zullen mijn bril niet van aan mijn tuiter vliegen, hé? Rolletje. De volgende video is er eentje waarin dat Jens 4 uur op mij heeft moeten wachten. Omdat ik pitches aan het leveren was. En weet je, je zult het wel zien. In ieder geval, Jens was niet zo hooggeziend. Lightning strikes every time she moves. Dag jongen. Wat is het? Hersje, alsjeblieft. Ik zit al fucking 4 uur te wachten. Ach god. 4 uur! Zitten we weer op die tram? Ja, ik had beter een tram gepakt, was ik in ieder geval op tijd. Alsjeblieft. Allee. Ready, Freddy? 4 uur, ja. Ik ben al 4 uur klaar. Ja, soms gebeurt dat ineens. Soms! Vandaag kan ik er niet aan doen, oké? Nee, nooit, hè. Ik was dus pitches gaan leveren en ik had een vaste route waar ik niet vanaf kon. Dus Jens heeft 4 uur op mij moeten wachten. Maar ik had nog 2 adresjes voordat ik hem ging ophalen. Dat waren 2 adressen in Berlaar. En ik had tegen hem gezegd van, weet je Jens, hè, ik zal het niet te lang niet meer laten duren. Dus ik zal die 2 adresjes aan Berlaar wel gewoon samen met u doen, sabiet. Maar ik was stiekem toch nog voor hem geweest. En daarmee dat ik nog langer weg bleef. En dat ga ik hem nu vertellen. Ja, die van Berlaar waren niet thuis. Dat meen ik niet. Zijn jij fucking serieus? Maar dat lag op mijn weg. Dat lag echt op mijn weg. Dat lag echt op mijn weg. Dat was zo nog 10 minuten vanaf. Ik dacht, nee, ik ga nu helemaal naar Sint-Nicolaas en dan terug naar daar. Ja. Wij moeten daar straks praktisch zijn voor mij. Ja, wij moeten daar straks sowieso terugin, want die waren niet thuis. Gasje, dat meende jij niet. Zich. Ik ga in Eef afkomen. Ineens. Dan moet jij niet zo lang wachten. Nee, maar echt serieus. Wat? Nee, ja, echt. Ja. Maar ja, even maar. Eer dat jij er bent, ik ben al klaar van 3 uur. Ik zit hier al van 3 uur klaar. Ready voor adresjes te doen. En madame, om laat kom jij hier toe? Ik wou zeggen, het is bekend 7 uur. Het is al na 7 uur. Alsjeblieft. Dat is... Ik heb om 3 uur gedaan. Madame komt hier toe op mijn werk om 7 uur. Soms gebeurt. Laat u ook eens ophalen. Rapper als de buurt, denkt u dan. Nee. Dat heb ik nooit gezegd. Nee, maar ik dacht dat wel. Ja, dat is... We gaan nog niet naar huis. Belangen niet. Ja, dat is toch zo. Pakkerke! Ah, dat vind je dat. Nee, dat past niet eens. Gaja! Ready for the pants? Houd op vast. Hij heeft een broek gekocht en een verfplakje op. Dat kan dat toch niet meer. Het zijn maar 50 euro. Ja. Als je verf gaat halen, dan zijn ze minder kwijt. Allee, kom, laat dat zien. Zie je nou, al die verfspatten erop. Zie, je voelt ook echt die verf gewoon nog zitten. Ja. Dat is niet eens fake, dat is gewoon echt verf erop. Ah ja? Here we go again. En die... Weet je wat die fit noemt? Ik ken het zo skinny fit. Dat kan dat toch niet? Mijn karat vet. Wat dat zie je? Je hebt zo skinny fit, long fit of zo. Je noemt dat zo karat fit. Je zult aan de verf zitten. Ze biedt dat met je verf over. Oh, ik heb een ander broek. Oh, schoon. Zo een jeansbroek. Met hier zo een heel bloemenmotief, maar zo geborduurd. Prachtig. Hebben wij daar gekocht? Past er weer niet in. Als ik op tijd was, nee. Dan had jij nooit die broek gehad.
Hallo, dat valt fucking echt op, Gerson. Kom, ik ga zwaaien. Nee, niet doen. Allee, ja. Nee. Laat mij zwaaien. Laat mij. Stop. Fuck, ze die hand. Stop daarmee. Die zwaait. Echt? Ik zweer het. Yes, guy! Ik zie u toch, papierikje. Papierikje. Waar? Papierikje daar. Dat heb jij gedaan, hè. Jens en ik, wij discussiëren nogal vaak. En met vaak bedoel ik ongeveer 90% van de tijd dat we bij elkaar zijn. En dat is ook al heel veel op beeld gekomen dat wij met elkaar discussiëren. Bij deze discussie nummer 2449. Kerstin, you did it, hè. Oh, mannetje, van de morgen ook weer te laat. Van de middag, jongen. En ik was niet te laat, oké? Okay? Wij hadden een uur afgesproken dat ik er ging zijn. En ik was er niet op dat uur. Maar voor hetgeen waar we, dat we nu moeten zijn, zijn we wel nog op tijd. Dus in principe heb je mij iets minder lang gezien. Oh, your sins. Gesje! Wat om hoe laat hadden we afgesproken? Eerlijk. 1 uur. Eerlijk. 1 uur. Eerlijk. 12 uur. Ah! 12 uur. Hoe laat waren je er? Dat weet ik niet. Nee, 12. Selectief geheugenverlies. Gesje, 12 uur was ons eerste afspraak. Ja? Ah, wel, 12 uur. En dan is 12 uur. Hebben we dat veranderd. Nee, maar we didn't change. We hebben dat niet veranderd. You're always messed up, ja, Gesje. Dat haat ik aan u. Ik haat aan u dat jij wilt dat ik even perfectionistisch als u ben. Ik ben niet perfectionistisch. Nee, maar zeg dat wel aan mij. Gesje, kom op tijd. Wat boeit dat? We zijn toch op tijd wanneer we moeten zijn? Ja, Gesje, maar... Jij moest zelfs nog douchen! Stuur mij als je vertrekt, dan zal ik in de douche springen. Oh nee, ja, maar als jij vroeger... Mijn onkel is in bed. Oh, I can't go to the shower. Gesje! Echt! Als jij vroeger had gezegd, ik ben op komst, dan had ik vroeger gaan douchen. Zijn we te laat? We zijn niet te laat, did maar jij die? Was... Almost, hè? Nee, Gesje, we didn't. From waiting. I was getting a beard. I was getting toenails. Gesje, you always have a beard. Come outside. Stop spitting in my car, alsjeblieft, Gesje. Can't do that, hè? Oh. Jongen, echt. Jij echt. Nee, maat, sorry. Yes, maat. And then he's about talking about me like my room is a mess, hè? Gesje. Your room is also a mess, Gesje. Het is een mes, maar niet zoals die van u. Weet je, heb jij mijn kamer al gezien? Oh nee, maar als je erover praat... It's such a mess, it's such a mess. I can't walk anymore. Ja, dat weten we al genoeg, hè, alsjeblieft. Oh, Gesje, echt. Jij is even erg, mensen. Nee. Gesje, nee. Verschuif dat bed eens een keer, alsjeblieft. Er komt een fucking gorilla uitgekropen. Meen je dat nou, of hè? Wat een gorilla. Serieus, er leeft een heel oerwoud onder uw bed, jongen. Serieus. En wat leeft er onder uw bed? Gesje, ik leef daar zelf, alsjeblieft. Nee, jij ruimt meer op. Ah, voilà. Jij hebt zoiets van, om de zoveel tijd, gewoon ik dat eens opruimen. Om de week. Voilà, en bij mij is dat om het jaar, snap je? Dat is het enigste verschil, voilà. Daarom ben je meer rommel. Ja, omdat jij minder opruim. Als ik heb opgeruimd en jij komt langs, gegarandeerd... It's a mess, hè, de dag daarna. Gesje, dat is niet waar. Ja, oh, jawel. Oh. Van waar? Van een pakje sigaretten of een ijsteekje? Een pakje sigaretten dat je op een avond hebt opgesmoord, hè. En dan al de assen, al in de bed, on the ground, everywhere. Echt erover. You put my bed on fire, Gesje. Wanneer? Uw bed? Ja, Gesje. Ja, omdat er misschien een gatje was ingebrand. You put my bed on fire. Gesje, was er een vlam? I was in the living, hè. Gesje, er was geen vlam, hè. Dat was gewoon een gatje ingebrand. Nou, zo'n plek. Ja, wel, dat gaat toch niet vlammen, hè. Als je denkt jij dat je er in een brandbusser op gespoten hebt, of wat? Nee, je zult wel in paniek geweest zijn. Jens is bed. We waren gisteren aan het facetimen, remember? Hé, wanneer je een chocolade pizza aan het opeten wordt, dat hem ineens floep in uw bed op uw laptop plekte. Niet in mijn bed. Op uw laptop zeg ik. Jij lag in uw bed en dat was ik op de laptop. Ik lag in mijn bed en dat was op de laptop. Voilà. True. En wel? Ik heb het direct afgekuist. Het
Denk je dat ik dat op mijn laptop plekje of? Yes, yes, you would. Wat? Wat ga ik typen als de fucking chocolade op mijn toetsenbord legt? Jij zou geen papier hebben gepakt. Sowieso. 1000%. Jij zou geen papier hebben gepakt. Because then I need to get out my bed. Jij zou gewoon zo... Geef dat toe. Dat is... Geef dat niet toe. Dat is... Jawel. Jawel. Dat is niet. No, it is... Nee, ik zal inderdaad op mijn vinger doen. Maar niet omdat ik de lam zijn voor recht te staan. Jawel. Omdat ik dat... Jawel. Stop. Omdat ik dat verspil. Niet stop. Ik vind dat verspilling van die chocolade. Gesje, it was on the laptop. All the bacteria. Je werkt heel de dag tippings. Je vingert tippings. Je eet tippings. Gesje. Je doet van alles tippings. Dat toetsenbord hangt vol bacteriën. En jij gaat... lekkere chocolade. Als een lekker bacteria. Never eat it in my life. Als ik naar mijn eigen bacteriën wil opfritten, wat is uw zorg daarvan? Ja, just do it. I get sick. Sommige mensen zullen het al gezien hebben en met sommige bedoel ik veel. Voor de mensen die het nog niet gezien hebben, Jens is nogal een ramp achter het stuur. En Jens vroeg aan mij, zeg, wilde jij mij anders niet eens een beetje leren rijden? Ik heb dat gedaan, 2 keer. De tweede keer heeft hij mij een auto weer eens tegengeknald. En toen heb ik gezegd van, we gaan dat precies niet meer doen. Maar bij deze hadden we het toch op beeld, dus hier Jens zijn eerste rijles. Hallo mensen. Ik ga rijden. Ja, zoals je kunt zien... Mijn stoel. Zoals je kunt zien, is deze niet het beeld dat je gewoon zegt van ons. Normaal zit ik daar, zit hij in zeer belachelijk te doen. Alsjeblieft, God, sta mij bij. Doe die weer maar al aan. Doe jij je weer maar al aan? Ah ja. Vind jij nou echt dat ik mijn riemer gewoon aandoen, of hè? Ja, hallo. Als jij in een fucking voort rijdt, sterf je maar alleen. Zit je niet uit. Kom, riem aan. Kon die klink hier al vasthouden? Ik heb er zin in. Ik heb er zin alleen. Oké, welke is wat van pedalen? Oh my god. ik weet dat echt niet. Je bent echt serieus. Oh my god. Ik ben heel serieus. De linkerkant is uw embrayage. Dat is eerste. Ja. Ja, dus naar links, naar boven, eerste. En dan moet jij zo heel rustig zo overpakken, snap je? Ja, dat is te rap. Dat is veel te rap. Als je dat doet, dan zitten we zo piet in je oplog in de rechter. Wilde jij wachten met schakelen voordat je je embrayage is doorgedouwen, alsjeblieft? Want dan krijg je dat geluid dat je gesprek bent. Maar als ik dat volledig induw, dat mag niet. Uw gast? Ja. Uw gast niet volledig induwen, hè? Heel rustig, hè? Oké, start je auto, hè? Wow, wacht! Er staat nog een eerste, hè? Oké. En nu? De start niet. Nu op contact staan, je moet doordraaien. Ah. Precies, mijn vader op mijn laptop gijst. Allee, kom. Als ik roep, alles lossen, hè. Amai, dat start. Oké. Rustig embrayage. Induwen, volledig. Oh my god. Naar eerste schakelen. Dat is derde, terug. Ja. En nu rustig met je gijs. Oh, wacht. Handframe, ja. Rustig met je gijs. Rustig. Oh, dit is niet te doen! Oh nee, dit kan niet. Amai, je gaat daar nog richting die poort komen. Moet je alsjeblieft naar daar sturen? Dat is een hele open vlakte. Ja, ik was niet aan het sturen, hè. En ik was niet vliegen. Ik wil niet vliegen, dat is de auto, je moet hier rijden, oké? Okay? Als je wilt vliegen, dan is het Tim. Rustig. Wow, embrayage in duwen, gast. Niet stuur. Echt waar, embrayage in duwen. Zit jij net te schakelen zonder die voet erop te douwen? Oh. Rustig, yes! Hoe gaat het achteruit? Want... Achteruit? Wij gaan eerst even
vooruit, manneke. Ja, we, hallo. Je stuurt gewoon naar linkse been. Nu, ja, dat gaat niet, dat staat af van auto slimmerik. Wacht, maar zie, let op. Jij wilt nu die auto starten terwijl dat fucking nog in eerste staat. Dan vlieg jij terug vooruit, hè? Dat snap je toch? Stuurt naar links, hè. Stuurt, je stuurt naar links, hè. Rustig. Rustig gas geven. Rustig los links. Rustig, hè. Rustig, rustig. Gas geven. Domme Jens, echt waar. Echt klerig, gewoon gas geven en je fucking embryo's laten. Nice, kom. Dat is toch gaan minder vliegen dan de twee. Omdat we het verdomme geen millimeter vooruit zijn gevlogen. Het trol, kom, zet dat ding op. Rustig gas geven. Stop, stop, stop. Komt er nog wel aan achter ons. Gas geven, blijven gas geven, niet lossen. Gas geven. Rustig. Jens is het hard aan het duwen. Nee. Wil je iets meer lossen? Wil jij niet richting die auto's rijden, alsjeblieft? Draai, wacht, kom. Wacht, ik ga draaien. Laat mij. Amai, we rijden. Draaien, volledig? Helemaal naar kinder. Nee, nee, nee. Niet naar waar. Oh my god, oh my god, oh my... Remma, Remma! Waarom trekt jij die handrem op? Ja, omdat ik niet wist hoe je moet remmen. Ja, nu moet je achteruit gaan rijden eens. Was toch al goed. Perfect. Start je nee, op... was het al goed of deze niet? Deze is wel echt wel een bolle. Zie jij dat niet? Dat is hetzelfde principe. Het zal wel zijn, zeker. Alleen moeten we rechter zien, hè. Achteruit, maar dan moet ik op een dier. Dat je spiegel goed eens. Dat je spiegels gecheckt. Dat is heel belangrijk, hè. Wacht. Moet ik mezelf kunnen zien? Oké. Okay. Jij moet de achteruit kunnen zien. Ah. Oh my god. Moet ik dan op de middenste duwen? De middelste is de rem. Ah, dat is niet van achteruit. Waarom zou er in godsnaam de pedaal zijn voor achteruit te rijden? Ja, dat weet ik toch niet? Oh, oh, oh. Rustig. Nu op je embrayage doen en remmen. Middelste, middelste. Ja. Rustig gas geven. Pas op voor die paal. Er komt een auto, er komt waar? Een auto. Oh, godverdomme, je hebt... Die auto is helemaal aan de andere kant. Die is helemaal aan de andere kant. Dat is 50 meter hier vandaan, alsjeblieft. Ja, oké. Okay. Rustig. Oh, maat. Rustig, rustig. Oh, jezus, alsjeblieft. En nu rustig lossen, rustig lossen, rustig lossen. Rustig. Waarom laat jij die gas los? Gas blijven geven, gas blijven, gas. Oh. Mijn gas is niet hard. Je embryage los te rap, Jens. Jij lost je embryage veel te rap. Embryage en dan op je rem gewoon. Rustig op je rem, hè. Rustig. Zie je, en dan doe het terug naar neutraal, midden gewoon. Voilà, en dan ben je gereden. Wauw, het is gelukt. Oké, en dan kan je alsjeblieft zelf terugrijden nu, Jens. Oké, het zal toch nog even duren voor ik echt op de baan ben. Nee, met even bedoelen we tot na zijn dood en verder. Als social influencer gebeurt het wel eens dat je gesponsord wordt. Soms krijg je productjes in ruil voor reclame. Of krijg je moet reclame maken tegenover geld. Of maakt dat niet uit. Het zijn allemaal verschillende sponsoringen. De volgende video was eigenlijk een video van Nintendo. Waarin dat ik en Jens een Nintendo Switch hadden gekregen. En wij moesten daar een video over maken. Dat ging best op een hilarische manier. Hi! Hallo! Welkom bij een nieuwe video. Wij hebben... een Nintendo Switch gekregen. Ah, van Nintendo België, dankjewel daarvoor. Dank u, dank u. Ja, we moesten daar een video maken. Dus we gaan dat gewoon doen. We zijn niet wat te doen. Maar we gaan dat doen. Ik krijg dat doos. Deze doos. En dan zit daar dit spel in. Ook nog misschien een leuke feature. Is dat je... Wacht, hè. Dus je drukt op dat knoppetje en die bakjes komen eraf. Ja, wacht. Zie. Mag ik het even? Nee, eerst even dit. Kijk. En dan heb je eigenlijk gewoon een schermpje. Hierachter zit zo'n dingetje. En dan kun je dat zo zetten. Ah, dat is omhoog. Nee, nee, nee. Ik bedoel, heel die ding dat ze zien dat dat staat. Ja, kijk. En dan heb je een schermpje. En dan heb je deze. Die controllertjes. En dan kun je zo met vrienden spelen. Snap je? Je kunt... Je kunt dus deze gebruiken op één handkunde. Je kunt dat erop zetten. Plus, je hebt ook nog een opzetstuk. Ja, dat je zo. Dat je echt een kast
doosje ervan kunt maken. Waar is dat opzetstukje? Dat zit in de doos, maar we gaan dat even laten zitten. Gesje, je moet dat laten zien, serieus. Oh, wat gewoon een video. Top influencers aan. Dan. Ah, dat. En? Dan kan dat toch niet meer? Ja, we hebben ook een spel gekregen. We hebben ook de Pokémon tournament. Ja, dit, ja, ook leuk. Dus je pakt de kastjes en die schuift je er dan eigenlijk in. Anders, nee. Mag ik even, ja? Dus je schuift die daarin, zo naar beneden, en floep. De andere kant schuift je daar ook in, en floep. En dan heb je eigenlijk gewoon echt een controller. Je kunt altijd kiezen hoe dat je speelt, oftewel doet het inderdaad dat je ze eruit haalt en met twee handen vasthoudt, oftewel plakte ze aan het scherm zelf. Dus dan kun je echt zo spelen, gelijk, ja, hoe dat je zo kunt spelen. Ah, dit. Wat is dat? Dat is voor je, als je hem wilt opbergen, zal ik maar zeggen. Echt? Ja, dan kun je hem er zo inzetten. Misschien moeten we eens even spelen. We moeten even spelen, ja. Ja, nu zijn we aan het kiezen welke Pokémon dat we willen. Kom maar, Flappy! Joepsuki! Hallo! We killen die! Drukken! Kom maar! Ja, gesje. Ja. Gastje, ik ben echt beter met die trucjes, hè? Hallo, jij stuurt vuurballen. Ja, ik weet het. Stabli. Ja, dus nogmaals, de Nintendo Switch van Nintendo BE. Dat is ook een keileuk cadeau voor kerst of nieuwjaar, hè? Jawel. Zoals dat je kunt zien. Oei, ik ben nu helemaal verkeerd bezig, omdat ik niks zie. Voilà, dat was het. Nog een fijne avond of een fijne dag en tot de volgende keer. Doei! Zo, ik hoop dat jullie deze een leuke video vonden. Als jullie nog meer willen zien van mij, Jens, geloof mij, ik heb nog een heel assortiment. Je moet het maar vragen. Zet het in de reacties. En dan hoop ik jullie morgen terug te zien om 5 uur bij een gloednieuwe video. En vergeet zeker niet te abonneren na de video op het cirkeltje klikken. Ook op het belletje, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe video plaats. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur. Doei!